Zuilen dan. Ruim 700 mensen kwamen vandaag naar de Central Studios om de 37-jarige Mounia Pavisani te herdenken. Ze verongelukte vorige week bij een motorongeval in Maarsen samen met haar vriendin Anne. Het ongeluk veroorzaakte een hoop ophef omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het slechte wegdek. We praten straks uitgebreid over de gemeente Maarsen. Maar eerst een verslag van de bijeenkomst voor Mounia, waar we op uitnodiging van de familie hebben gefilmd. Een bijzondere uitvaart voor Mounia. Iedereen is gekleed in het wit. Ze was een fanatieke dansliefhebber. Haar afscheidsplechtigheid is in de Central Studios in Utrecht. Haar echtgenoot Moreno is onder de indruk. Ja. Ik kwam je aanrijden en ik had zo'n lekker warm gevoel. Die mensen in het wit allemaal buiten stonden. Het was waanzinnig. Ook de opkomst is overweldigend. Zo'n 700 vrienden, bekenden en familieleden zijn op haar laatste afscheid. Via een groot scherm kan iedereen foto's van haar bewonderen. En een DJ speelt haar favoriete nummers. Live as if you'll die today. The choice is yours. Vooral het plotselinge einde doet pijn. Een week geleden gaat Mounia samen met haar vriendin Anne weer eens motorrijden. Voor het eerst sinds de winterstop. Ze schuiven op de hobbelige weg tussen Maarsen en Tienhoven onderuit en komen onder een vrachtwagen. Beide overleven het ongeluk niet. We zijn nooit meer compleet zonder jou. Haar zussen, pleegvader, vrienden en haar twee zonen Mauro en Gino, ze spreken allemaal tijdens de plechtigheid. Ze roemen Mounia's gastvrijheid en enthousiasme. Haar pleegvader droomde vannacht nog over haar, dat ze wegreed in een trein. Ze bonkte tegen het raam en ze zei: ik begreep het eerst niet, want ik kan niet liplezen. En opeens begreep ik het. Wij allemaal, let op Mauro en Gino. Ik dank jullie. Na de herdenkingsdienst is Mounia Pavisani in besloten kring begraven. Ja, van de vriendin van Mounia Anne, die ook bij het ongeluk omkwam, wordt in stilte ook afscheid genomen. Ja, en vanavond dan praat de Maarsense gemeenteraad over dit tragische ongeluk op de Nieuwe Weg. Want heeft de gemeente hier nou schuld aan? Verslaggever Eva Munnik staat bij het gemeentehuis in Maarsen. Wat gaat er precies gebeuren vanavond, Eva? Nou, eerst is er inspraaktijd voor de gewone burgers. En dan zal ook een omwonende van die weg zijn zegje doen. We zagen hem vorige week al in een van onze reportages. Die meneer heeft een maand voor dit ongeluk al bij de gemeente aan de bel getrokken om te zeggen: die weg is levensgevaarlijk. Toen naar aanleiding van een ander motorongeval. En wie straks ook zijn zegje zal doen hier in het gemeentehuis in Maarsen is de pleegvader van de overleden Mounia en tevens een bekende Utrechtse advocaat Bernard Tomlo. Meneer Tomlo, allereerst gecondoleerd met het verlies van uw pleegdochter. U bent kwaad op de gemeente Maarsen? Nou, verbaasd. Ik ben verbaasd. Hoe duidelijk moet het nog worden? Zoals u zelf zegt, de vorige maand is nog een motorrijder op die plek in de problemen gekomen. Gelukkig heeft een burger de gemeente erop gewezen. Ik heb die burger zojuist nog aan de telefoon gehad en hij vertelde mij dat hij geen enkele reactie van de gemeente heeft. En waar ik eigenlijk verbaasd over ben, dat is dat de overheid, de gemeente Maarsen, niet eens kan communiceren. Er is een prachtige vrouw, er zijn twee prachtige vrouwen overleden op een weg waar de gemeente verantwoordelijkheid voor heeft, waar op zijn minst ze over gewaarschuwd waren. En de gemeente heeft niet eens, ik zou bijna zeggen, de ballen om die familie te condoleren met dit afschuwelijke verlies. Dat is toch het minste wat je mag verwachten van een politicus en van een bestuurder die voor de mensen is. Wat zijn dit voor bestuurders? Is die overheid, zoals we vandaag de dag vaststellen, alleen nog maar met zichzelf bezig? Gaat u dat zo meteen ook zeggen hier in het gemeentehuis? Nou, ik stel die vraag. En het is de vraag aan de gemeenteraad: wat is uw toezichthoudende taak? Waarom heeft u al het dossier opgevraagd? Hoe zit dat met het feit dat de gemeente zo'n waarschuwing krijgt? Wat heeft de gemeente na 1 maart 2009 gedaan, toen die burger de gemeente schreef: hier is een gevaarlijke situatie? Staat voor u buiten kijf dat het aan die hobbels in die weg lag? Ik ben zelf een enorm ervaren motorrijder. Ik rijd professioneel als advocaat ongeveer 20.000 kilometer per jaar door regen,
alle omstandigheden. Ik ben zelf gaan kijken. Het is levensgevaarlijk. Iedere motorrijder zal je dat zeggen, want je raakt uit je evenwicht door die ongelijke bobbels in die weg. Je verwacht het niet. Het is een perfecte weg en opeens is er een traject van ongeveer 100 meter... wat ontzettend ruw en ongelijk is. En ik kan me voorstellen dat je daar, als je daarmee geconfronteerd wordt, dat je een beweging maakt van schrik. En dan gebeurt het gedonder wat nu heeft plaatsgevonden. Tot slot, gaat u de gemeente aansprakelijk stellen? Zoals het er nu uitziet, vind ik dat er alle signalen zijn om eerst niet alleen het belang van de nabestaanden, de kinderen van Munja Pravizani, maar ook gemeentelijk belang te onderzoeken wat hier aan de hand is. En op basis van dat materiaal gaan we verder kijken. Maar alle aanwijzingen zijn er dat de gemeente aansprakelijk gesteld zal worden voor deze nalatigheid. Ernstige nalatigheid. En ik roep de gemeente op om eerst eens morgen na te denken of je niet moet communiceren met je burgers, los van de vraag of er aansprakelijkheid of medeschuld is. Dan nog even heel kort, jullie hebben speciaal een website opgericht. Ja, ik heb een website www.ijsselonroma.nl/Munja Motor. Ik herhaal het www.ijsselonroma.nl/Munja Motor. En ik roep iedereen op die kennis heeft over deze gevaarlijke situatie, die zich zaken herinnert, om daar op de website ons te informeren. Dat zal zeker bijdragen bij het onderzoek naar deze zaak, want de onderste steen moet letterlijk bovenkomen. Dank u wel. Ik wens u veel sterkte verder met de verwerking van dit verlies. Ja, vanavond hier dus die raadsvergadering en dan ook de reactie van de verantwoordelijk wethouder. Eva, meneer Tomlo had eigenlijk een ferme taal, maar hoe staat er eigenlijk voor met die Maarsense raad? Ook verbaasd, ook boos wellicht? Nou, de Maarsense politiek lijkt zich vooralsnog niet heel erg boos te maken. Ik heb een klein belrondje gedaan vandaag. En eigenlijk zeggen alle politieke partijen, wij willen het onderzoek van het Openbaar Ministerie eerst nog afwachten. Eva vanuit Maarsen, dankjewel.